Goedemorgen allemaal! Ik vind het heel erg leuk om hier in Middelburg te zijn. En die kids die waren natuurlijk al in een museum geweest, wisten er al best veel van. En Isa kon er gelukkig ook nog wat meer over vertellen. Zo met al met een prachtig zonnetje. En natuurlijk een prachtige Eva hier, een mooie opening. In musea vind je dingen terug van vroeger. Soms ook van nu, maar ook natuurlijk van vroeger. En wat ik heel gaaf vind daaraan, dat merk ik ook bij mezelf, is dat het zeg maar iets zegt over waar je vandaan komt, hè, je voorouders eigenlijk. Dat zegt ook weer iets over wie wij zijn. En dat gaat eigenlijk ook weer over de toekomst. Want soms kennen we onze geschiedenis niet zo goed. En dan zijn we ook wel gedoemd om weer dezelfde fouten te maken. En onder andere dat, naast veel plezier en beleving, kan je meemaken in een museum. Het is gewoon goed dat je weet dat er meer is dan televisie. Gelukkig zijn er ook nog kinderen die boeken lezen. En dit lijkt altijd een beetje luxe, een museum en schilderijen of wat voor vorm dan ook. Maar het hoort, vind ik, eigenlijk wel bij iedereen's opvoeding. Want het zijn andere tijden vaak. Het zijn disciplines die we niet kennen. Het zijn, je komt in een wereld die gewoon nieuw is en waar je even aan mag voelen en proeven. En dat, ja, ik vind het altijd heel bijzonder. Of ze nooit weg is geweest. We hebben er vorig jaar in ons hart gesloten. Het staat prachtig hier op de markt in Middelburg. Waar dan ook in Nederland, hier schijnt de zon elke dag. En zo goud geblind als het hier staat, zo staat het nergens in Nederland. We zijn daar super trots op en heel veel dank dat jullie dat weer naar Middelburg brengen. Het mooiste vind ik, net zoals de burgemeester wel, die wand kleden. Ik vond het best heel cool dat je dan een handtekening krijgt van een bekende Nederlander. Even allemaal de handen in de lucht en dan komt hij in 3, 2, 1.